Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Geen zondag, maar wel de woensdag. De woensdag na tweede kerstdag, derde kerstdag, whatever. Vierde kerstdag. Maar waar mij in ieder geval om gaat is dat ik uiteindelijk toch weer bezig ben geweest. Zoals ik zondag al zei, dat ik inderdaad wilde proberen om deze week wat meer of wat extra proberen te hardlopen. Vanwege de kilootjes. Want ja, ik wil het ook niet te bond maken dat ik alles maar laat liggen. Ik wil ook een beetje genieten met deze kerst. Dus dan komen er wat kilootjes bij. En ik zeg bewust kilootjes, want het is ook gewoon echt 1,5 tot 2 kilo ben ik er tussen alweer aangekomen. Doordat je niet werkt. Ik ben een paar dagen bij gewoon thuis. Het sporten gaat niet door. Dus je kan niet naar de trainingsvelden dat je iedere keer s'avonds buiten bent. Dus wat ben je dan? Je bent de hele dag thuis. Of je gaat dingen doen. Nou, uiteindelijk op het moment dat je dus dingen gaat doen, ja, dan is het altijd van het eten wat erbij inschiet. Ja, dan maar weer iets anders. Je gaat s'avonds, als je dan een filmpje ligt te kijken of wat dan ook, je pakt dan toch iets erbij om niet per definitie meteen om te snacken, maar gewoon bij spreken een kopje warme chocomel met slagroom. S'avonds een boterhammetje pakken, terwijl je dat eigenlijk anders nooit deed. Of niet deed. Ik zeg niet nooit, dat je niet deed. Allemaal dat soort dingetjes. We hebben bewust gekozen dat we ook niet te veel aan chips en zo halen door de week. Dat hebben we nog steeds, houden we nog steeds goed vol. Maar ja, ik merk wel dat je wat, tenminste in mijn geval, dat ik wat snackeriger ben momenteel. Heeft natuurlijk ook te maken met de omstandigheid waarin we zitten. Corona, je mag niet zoveel meer. Ja, het werken is dan straks wel gewoon aan de hand. Maar ja, sporten, ja, je mag niet sporten. Het is toch ook zo belangrijk om te sporten. Ik merk het aan mezelf. Ik heb nu weer 3 rondjes gelopen. Ook hier heb ik me een beetje laten leiden door de omstandigheid. Een beetje het gevoel tussen de oren. Zo van, het gaat niet lekker. Achteraf gezien ging het toch beter dan afgelopen zondag. Qua gemiddelde aan looptijd, want daar heb ik ook 3 rondjes gedaan, dus ik kon het goed meten. Maar ja, op een of andere manier zit het toch een beetje tussen de oortjes, denk ik dan. Gevoelsmatig natuurlijk, ook het feit dat, ja, dat je uiteindelijk hebt gewogen en dat je toch weer wat bent aangekomen. Maak ik er voor mezelf een punt van? Beetje. Uiteindelijk, ik heb het er nou over, dus ja, dan is het teken dat ik er wel een beetje mee zit. Maar ik ga er geen heel groot punt van maken. Ik ga niet zeggen, ik ga meteen in de dip zitten zo van. Dat ik dan na oud en nieuw, dan zijn er weinig feesten meer. Dan ga je natuurlijk ook weer richting de zomer. Ja, ik denk dat ik me dan beter kan houden aan de richtlijnen. Zeg maar het minder snoepen, gewoon het sporten. Ik hoop dat we na 3 januari de gezegde mag zijn dat een fitnesszaal of iets dergelijks wel essentieel is. Niet alleen maar de snoeperijen, dus een Jamin bijvoorbeeld die open is of weet ik wat. Alles wat ongezond is, dat mag open. Dat zou dan essentieel zijn. Terwijl fitness, sporten buiten, voetballen enzovoort, dat is niet essentieel. Dat is toch een van de dragers van je leven, dat je toch een beetje fit bent. Dat je gezond kan zijn, dat je gewoon met je lichaam bezig bent. En dat gaan ze sluiten, dat noemen ze dan niet essentieel. Wat de hel. Maar goed,
In deze wordt natuurlijk ook vaker weerlegd op bijvoorbeeld LinkedIn, las ik laatst een stukje. Dat is inderdaad een of andere ondernemer uit Os. Die heeft zich daar sterk voor gemaakt dat het nu ook in de Kamer is. Dus dat het ook in de Kamer besproken wordt. Kijk, weet je, dat is toch wel een punt. En ook daar heb ik dan ook weer gezegd van, ja goed, weet je, laat het dan ook zo zijn dat het dan niet alleen maar met een 2G-beleid wordt. Maar laat ook mensen die niet gevaccineerd zijn, ook gewoon sporten. En gewoon samen sporten. Laat zien dat het wel degelijk samen kan. Ik bedoel, iemand die gezond is, of tenminste, laat ik het zo zeggen, iemand die met zijn lichaam bezig is, die daar mee bezig is, op het moment dat hij zich niet lekker voelt, gaat hij toch niet sporten. Of hij gaat voor zichzelf wat doen, buiten, hardlopen of iets dergelijks. Of hij gaat gewoon niet. Naar mijn mening. Natuurlijk zullen er van die onverlaten zijn die het wel doen. Die denken van, ik heb maar een snotkop. Ik voel me niet helemaal lekker, maar ga lekker toch. Nou, in deze moet je dat dan gewoon even niet doen. Maar goed. Dat dus. We zijn weer thuis. Dus, het is weer een kort praatje. Nogmaals, het is geen zondagpraat, het is een woensdagpraatje geworden. Maar ik vond het gewoon leuk om dit toch even te doen. Toch weer even naar het hardlopen, even dat stukje pakken. Even jullie toespreken. Aanspreken. Iets doen. Dus, vind ik leuk. Ik zal nogmaals zeggen, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zien we je zondag weer terug. Zondag gaan we weer lekker in de bos oefeningetjes doen. Dus helemaal top. Ik zeg de groeten. Ciao. Zo, lieve mensen. Een hele goede morgen. 31 december 2021. Het laatste loopje dit jaar. Weliswaar niet op de zondag. Want ja, dat is over 2 dagen natuurlijk. Dus die gaan we ook gewoon doen. Maar ik wil vandaag ook gewoon even nog een lekker loopje doen. Het was super weer. Vandaag 4 rondjes. Van de week deed ik er 3. Toen zei ik al dat het niet zo goed lekker ging. Het was niet heel best. Tenminste, gevoelsmatig. Uiteindelijk qua tijd ging het op zich nog wel best goed. Alleen, kon ik er volhouden. En waar het hem dan mee te maken heeft, ik weet het niet. Misschien wel met een bepaald ritme. Gisteren had ik de trilogie van Men in Black 3, of Men in Black 1, 2 en 3 gekeken. Ik ging pas 2 uur naar bed. En vanmorgen om 9 uur ben ik opgestaan. Dat is zo'n 7 uurtjes slapen ongeveer. En dat is een beetje wel mijn ritme die ik normaal gesproken ook heb. Als ik moet werken. 6, 7 uur slapen en dan ben ik weer op, ben ik wakker. Dan ga ik weer beginnen. En misschien dat een beetje mijn lichamelijke routine is. Waardoor dit dat hardlopen dan ook beter kan doen. Ik weet het niet, het zou zomaar kunnen. Ik heb daar een gedachte bij. Ik vind het wel vreemd. Toen ik dus ging lopen, had ik behoorlijk goed uitgeslapen. Misschien dan wel te lang geslapen, lichamelijk gezien. Een ander tijdstip, op zich valt het ook best wel mee. Zo heel erg, dus met een half uurtje. Dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen, naar mijn idee. Maar goed, uiteindelijk nogmaals 4 rondjes kunnen lopen. En nog oefeningen gedaan natuurlijk erachteraan. Gewoon even lekker bezig in het oude jaar. Bogen jaar, mag ik wel zeggen. Natuurlijk, iedereen heeft wat ups en downs. Wat rond de zomerperiode een behoorlijke up. Dat wordt daar ook een beetje laten zien. En door het hele corona gebeuren is nog even afwachten. 3 januari krijgen we nu komt er een vernieuwing voor de mogelijke maatregelen die ze gaan of verruimen of anders gaan doen. Of, ik
hoop in ieder geval dat we weer morgen gaan sporten, want dit is niks voor heel Nederland niet. Dit is, ik wil niet zeggen totale waanzin, maar het is gewoon raar. Weet je, als je wil sporten, dan mag je niet sporten, want alles zit dicht. Maar je kan wel naar de slijterijen en naar de snoepwinkels en naar andere winkels om daar alle vettigheid te halen met alle gevolgen van dien. Ik vind het best vreemd. Daar is gewoon echt niet over nagedacht. En dan gewoon een roep van jongens, we moeten gezond blijven. What the fuck. Dat gaat niet goed. Nou goed, wat het vandaag gaat worden, ik weet het niet, we zijn thuis. De rest van de kinderen zijn thuis tot iets in de avond. Dan gaan ze naar vrienden toe. Ja, die wonen natuurlijk ook al. Die gaan nog niet meer bij papa en mama blijven zitten. En wat wij gaan doen, weten we nog niet. Even afwachten. Dus even afwachten wat we uiteindelijk gaan doen. Maar goed, in ieder geval, ik wens voor nu in ieder geval in iedereen een goed en gezond 2022. En dat we allemaal weer mogen gaan sporten. En niet van die rare dingen hebben dat juist waar je gezond mee kan blijven, dat je dat juist niet mag doen. Ik hoop dat we dit dan kunnen gaan doorzetten. En dat we dan lekker gezond 2022 kunnen gaan doorzetten. Zoals ik van week al zei, natuurlijk hebben we deze dagen ook een beetje meer gesnoept. Dus ja, ik was inderdaad heel wat aangekomen. Maar goed. We moeten niet alles aan de kant schuiven. Dus ik probeer het in ieder geval nou wel binnen de perken te houden. Dat ik niet weer te hoog laat worden. Maar dat ik dadelijk als het wat langer licht wordt, kan ik weer wat meer gaan doen. Dan hoop ik dat het sport wel weer uitgebreid wordt. Dus dan zijn we weer vaker op het veld. En ook dat heeft er allemaal mee te maken. Ook dat is allemaal in het voordeel van het weer afvallen. Zo simpel is het gewoon. Dus in deze zeg ik nogmaals: een fijne 2022. Gezond, sportief. En dan zou ik in ieder geval zeggen: blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie in 2022. Te weten 2 januari. Want het is weer zondagmorgen en dan heb ik mijn zondagmorgen praatje weer. Dus dat gaan we gewoon doen. Dus voor nu zeg ik, houd veilig. Hou ze alle 10 in de hand. En dan zie ik jullie in 2022 weer. Ik zeg, ciao.